Tom, Dakar 2022 komt eraan en de Beast is ingeruild voor een nieuwe auto. Meer kleur, wat is het voor ding? Ja, dit is de Century Racing 6 auto. Nieuwe ontwikkelde auto en ja, als het goed is moet die sneller zijn. Dat was onze keuze. We weten heel zeker dat die sneller is. Ja. Omdat vorig jaar werden we door... eentje constant ingehaald. Zeiden, het zou wel heel vet zijn als we die competitieve auto te pakken zouden kunnen krijgen. Ja. En dat is gelukt. Ja. Waar komt die vandaan? Want de Beast hebben jullie zelf ontwikkeld. Waar komt deze vandaan? Deze komt uit Zuid-Afrika. En deze man die doet al zo lang Dakar. We reden in 2011 ook vaak met hem op. En het is gewoon een hele fijne vent. En hij blijft doorontwikkelen. En ja, op een gegeven moment moet je dan toch keuzes maken. Hè? Ga je als klein duimpje tegen de reusjes of ga je het zelf makkelijker maken? Nou, wij hebben gezegd, we gaan het makkelijker maken. Ja, dit is een auto, de reis. Iedere twee weken reizen we ermee in Zuid-Afrika. Dus het is een continue ontwikkeling eigenlijk. En je ziet ook dat hij de laatste specs heeft. We hebben echt gekozen voor wat meer competitie dit jaar. Ja, jullie zeggen al, hij rijdt heel anders. Leg even uit. Wat is er precies anders? Ja, dit rijdt zo anders dan de Baja-auto die je kent. Hè? De Beast is natuurlijk wat zwaarder, wat logger, wat groter. Ja, en deze auto is speciaal gemaakt voor deze race. En de CW-waarde, de luchtweerstand die klopt. De ontwikkeling is echt door het dak gegaan het laatste jaar. Dus het moet ons het makkelijker maken. Ja, het rijdt een stuk fijner. De afgelopen jaar was altijd de vraag, gaat Tom ook rijden? Ik denk dat dit jaar vechten wordt, hè, wie er gaat rijden. Ja, dat weet ik wel zeker. Ik heb net al even gereden. Nou, je zei het al, hij voelt lichttenniger aan. Hij voelt veel wendbaarder aan, de auto. Komt ook door de dubbele wishbone, zowel voor als achter. Dus het is echt gewoon techniek die gewoon gemaakt is hiervoor. Auto zelf heeft 100 pk meer. Hij is 100 kilo lichter. Ja, en dat is zo makkelijk te voelen. Dit voelt echt aan als een raceauto. En dat is toch ook wel een beetje waar we naar op zoek waren. Ja, het wordt een beetje stoeien. Ja. Het is gewoon 's ochtends heel vroeg wakker worden. Wie het vroegste wakker is. Die niet eerst achter het stuur zit. Die zit achter het stuur. Een raceauto, zeggen jullie. Deze auto is 2 jaar geleden al etappes gewonnen. Is een keer achter geworden in het eindklassement. Ja, dan komt automatisch de vraag. Waar ligt voor jullie het doel? Nou, top 20 moet wel het doel zijn. Ja, vorig jaar waren we 26e. Ik denk als wij gewoon tussen plek 15 en plek 20 kunnen finishen, dat we er echt wel tussen zitten. Ik weet zeker dat Tim het kan. Het is ook een jubileum, want bij mijn kroeg geteld... 25 jaar! Ja, zitten we 25 jaar... Toch goud horloge krijg ik dan ook nog. Ja. Ik weet niet, geef jij me mij, geef ik hem aan jou. Maar Tim heeft het nu 14 keer gedaan, ik heb 9 keer gedaan. Dus samen dit jaar opgeteld is eigenlijk gewoon 25 jaar ervaring. Zullen we 16 om 9 doen? Ja, vind ik ook goed. Dus in die stijl hebben wij gewoon echt wel gewoon... tussen plek 15 en plek 20 moet lukken. Ik denk dat we zelfs stiekem misschien wel even een beetje richting die plek 10. Als andere mensen fout maken, wij niet. Weet je, dan heb je een beetje die massa, want die moet je ook hebben. Ja. Maar dat is wel het goal, onder die 20. Ja. Veel plezier. Dankjewel. Gaan we ook zeker doen.